Leuk dat je kijkt naar mijn proefje. En ik ben nu Sterre aan het wassen om voor de voorbereiding van mijn proefje. Welk proefje ga je rijden? F3. AB? De A. En ze is nu nat. Je nat, Sterre. En Tess is met shampoo bezig. Ja, lekker wassen. Ja. Het is wel heel veel shampoo. Ja. Kun je heel drie ponies... Worden. Ja, dan kun je drie ponies mee wassen. Ik weet het. Dat is Jerry. Vind maar niks. Ja, je moet wel goed schoon zijn. Ja, dat komt door. Nou, ik ga even knotjes maken bij Ster. Dan ga je doorheen borstelen. Zo. En dan hou je het plat met je hand. Dan doe je zo. Dan doe je even het puntje. Dan maak je een scheiding. Iets harder praten. Dan maak je een scheiding met het puntje. En zo zit hij dan. En dan heb je een pluk. En die zet ik dan vast met een elastiekje. Oh nee. Kun je hem even tegenhouden? Dat ik van alle elastiekjes op de grond. En dan doe ik hier. Oh, een staartje in. Ja. Dat doe ik ook bij al de anderen. Nou ga ik de vlechtjes maken. Ja, ik heb naar Jill geluisterd. Jill zegt ze moet dat zelf doen. Dat zei de mama van Jill. Dus eigenlijk heb ik naar de mama van Jill geluisterd. Dan moet je strak vlechten. Het is wel warm, want het is eigenlijk. Oh, ik ben heel veel de vlechtjes dubbel aan het maken. En dat doe je zo. En daarna, als je dat hebt gedaan, dan moet je zo doen. Ja, maar eerst doen we zo een hele stiek erin, anders wordt het te moeilijk, hè? Nee hoor. Dit is wel de eerste keer dat je echt zelf aan het vlechten bent, hè? Ja, kijk. Ik had het in één keer, kijk zo. Ja, maar dan zakken ze snel eruit. Ja. Dan moet je heel goed met je elastiekje aan de slag kunnen. Dus doe het maar even zo. Gewoon lekker in twee keer. Oh, nee, dat is niet zo. En nou ga ik knotjes maken. En nog stukjes erop doen vandaag? Ja. Kun je dat kleur? Blauw. Blauw? Je hebt alles roze met grijs. Oh. Dat is misschien een beetje gek. Heb je geen roze meer? Nee. Nou, ga maar zoeken dan zo. Ik ben de staart aan het vlechten. Voor mijn proefje. Dan maak ik een vlek. En dan pak ik steeds een plukje erbij. Je trekt hem naar je toe, dus het is er meer min vlecht. Ja. En dan ga je het zo af. Zo. En dan kan je verder vlechten. Kijk, en dan is dit. En dan is dat echt heel erg mooi als je het zo doet. Tadaa. Ik zit op Sterre en ik ga daar dus een kopje. Eerst even inrijden. Losrijden, zegt ze dan. Losrijden. Ik krijg vandaag minpunten voor de verzorging. Gelukkig hebben we dan hier een heel team. Echt een heel team. Die dan vervolgens het even oplost. Bandages af. Plastron moet even goed gemaakt worden. Draadjes van jasjes af. En dan hoop ik dat ze dan toch nog mag rijden. Ja, die sokken moeten ook weg. Oh, en sokken? Nee, sokken zitten ook niet goed. Als we toch lekker gaan lopen duren. Zo, het hele team heeft besloten dat ze de proef mag rijden en dat ze zo in orde is. Dus we zitten even te wachten tot ze aan de beurt is. Rick en Alton zijn er ook. Wat? Wat? Ja, dat
zee binnenkomen in arbeidsdraf. Bij zee op de rechterhand. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Bij zee op de rechterhand. BEB grote volte. Zee rechterhand. BEB grote volte. Het proefje ging goed. En ik ga eens terras zaten. Wat ging het beste? Galopperen. Ja, en wat ging het minst goed? De gebroken lijnen en bij de C afleveren. Maar heb, bedoel, je wel, ja. Heb je wel goed, goed hersteld? Nou, netjes. Dus opruimen maar. Ja. Jij Donna, hoe ging het? Goed. Goed, op wie zat je? Romy. Romy. Ziet er wel chic uit hoor. Nou, ik weet het. We hebben dus met al jullie al drie, twee eerste prijzen, één tweede prijs en twee derde prijzen. Leuk hè? Ja. Ja, heel leuk. Oh, dit is de eerste prijs. Ze leggen het verkeerd. Zo. Denk ik. Ja. De derde prijs. Met 217 punten. Larissa van de Knaap. Stefan. Juist, dat is de Stefan. Alsjeblieft. En dan heb ik nog een derde prijs. Ook 217 punten dus. Ja, klopt. Donna van den Burg. Alsjeblieft. Heb ik één tweede prijs. Met 221 punten. Ja, zeker. Hij is ook in de kier. Ja. Marissa Huis. Ja, dat gaat hem wel. Alsjeblieft. Nou, dan heb ik nog twee eerste prijzen. Spannend, hè? De eerste prijs. Ja. Die heeft een ander puntenaantal als deze eerste prijs. Om het ingewikkeld te maken. Maar, omdat het Tessa Otterhoff is, met 226 punten, dus die had het hoogste van de F3. Maar Tess heeft een eigen pony. Dus ik heb bij de meneespaarden ook nog een eerste prijs. Goeie hand, Tess. Juist. Alsjeblieft. Tessa op 226 punten. Dat is echt heel goed. Maar zij rijdt wel iedere dag op de pony. Dus ik heb nog een eerste prijs met 222 punten en dat is Evi van de Saai. En? Eerst dat. Goed gedaan, meisje. Gefeliciteerd. Ik zag al in het kleintje Tessa op te staan. Jij ziet dat weer, hè, pa? Ja. Pa, die had dat al even bekeken. Ik ben blij met mijn eerste prijs. Nou, we gaan nu weer naar huis. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Dus doei!